Het commissariaat Paramaribo Noordoost heeft de loopbrug van de Plutostraat volledig gerehabiliteerd. De loopbrug bevond zich enige tijd in deplorabele staat en vormde een gevaar voor vooral de schoolkinderen die er gebruik van maken. Het commissariaat heeft in eigen beheer de brug herbouwd. Dit gebeurde in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken. Bij de ingebruikname van de brug vandaag zei DC Ricardo Bola dat door samenwerking van buurtbewoners en organisaties van de buurt de rehabilitatie van de brug een succes is geworden. Wat wij hier hadden aangetroffen, minister, was een brug die in deplorabele staat verkeerde. De kinderen, uw getuigen, dank u wel, zouden anytime door deze brug kunnen heen zakken met alle gevolgen van dien. En we gaan niet het spreekwoord gebruiken, als de kalf verdronken is, dan gaat de koe op zwemles. Ik ben blij dat wij door eenheid, alleen door eenheid, dit soort resultaten zullen blijven boeken. Minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport geeft aan dat gebruikers van de brug weer op een veilige manier hun bestemming kunnen bereiken. Deze infrastructurele ontwikkeling op microniveau moet een stimulans zijn voor een ieder in dit land om niet maar te blijven focussen op de beperkingen, maar verder te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om positieve zaken neer te zetten. Ik wil bij deze het commissariaat Noordoost, welke werkarm is van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, complimenteren voor de voortvarendheid die zij samen met het ministerie van OW aan de dag hebben gelegd om dit alles te kunnen bewerkstelligen. Minister Riyad Noor Mohammed is ingenomen dat belanghebbenden samen met de overheid werken aan oplossingen. Hij roept ondernemers op om ook een handje te helpen in hun buurt.